Op 10 juni vindt er weer een ledenvergadering plaats van de NBA. En dat gebeurt dit keer in Kamerik, in een dorpje vlakbij Utrecht. En de ledenvergadering is een beetje anders dan normaal, want we gaan hem ook vooraf laten gaan door een verenigingsconferentie. Daar zal ik zo meteen wat meer over zeggen. Natuurlijk is die ledenvergadering belangrijk, want daar ontmoeten we elkaar, zijn er mogelijkheden om te netwerken en nemen we natuurlijk ook een aantal belangrijke besluiten. Maar voorafgaand daaraan hebben we de verenigingsconferentie. En dat doen we dit jaar niet alleen voor leden, maar ook van leden, want het is ook gewoon mede door leden georganiseerd. Wat gaan we daar doen op die verenigingsconferentie? We bespreken een aantal thema's die door de leden momenteel heel erg belangrijk gevonden worden. Dat is het beroepsprofiel, permanente educatie, regeldruk en arbeidsmarktschaarste. Dat zijn de onderwerpen die de leden op dit moment belangrijk vinden en waarover we dus met elkaar in discussie gaan op die dag. Ook gewoon om lessen te leren, ervaring en kennis uit te wisselen, maar ook voor ons als bestuur om lessen uit te trekken om te kijken van wat gaan wij als MBA-bestuur de komende tijd met dat soort onderwerpen doen. Dat wordt natuurlijk heel belangrijk, dus heel mooi als zoveel mogelijk mensen daarbij aanwezig kunnen zijn. Ja, hoe ziet het programma er dan verder uit? 12:30 beginnen we met een lunch. 13:30 begint de verenigingsconferentie, dus kom daar naartoe. En dan vanaf 17:30 hebben we de ledenvergadering. Dus doe mee, denk mee, debatteer mee en kom 10 juni naar Kamerik. Ledenvergadering, verenigingsconferentie. Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te zien.